NAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Water Company, uw partner in water en koffie. Ja, Hakim, je bent een van de nieuwe spelers die in januari naar NAC is gekomen. Kun je jezelf even voorstellen aan de supporters van NAC? Ik ben dus Hakim Brassard, ik woon in Antwerpen. Heb heel mijn jeugd in België gespeeld, onder andere bij Lokeren en Club Brugge. Ik heb bij Lokeren 4 jaar gespeeld, bij Brugge 3 jaar. En dan ben ik in contact gekomen met NAC en nu zit ik hier om NAC te helpen in de Eredivisie te blijven. Je hebt heel veel spelers zijn geen gehuurd, maar voor jou is het wel voor een langere termijn. Ja, het was omdat Brugge mij eigenlijk niet mij geloofde. En, in samenspraak met NAC hebben ze dan mij overgenomen voor 2,5 jaar, omdat ze in mij geloofden. En ik denk dat dat belangrijk is voor mij en ik hoop dat ik iets kan bijbrengen voor NAC. Ja, hoe zijn die eerste weken, 2 weken nu, hoe zijn die geweest tot nu toe? Ze zijn heel goed geweest. Ik ben direct opgevangen door de groep, door de staf. Ik voel me uitstekend hier. Ik krijg vertrouwen, ik krijg speelminuten. Het gaat de goede richting. Ja, hoe moet ik dat voorstellen? Veel spelers zeggen dat hij goed opgevangen, maar waar blijkt dat uit? Ja, als je hier toe komt, spreken ze jou meteen aan en vragen ze van waar je komt en wie dat je bent en dat soort dingen. Je hebt al direct 2 thuiswedstrijden gespeeld. Hoe was dat in het Radverlegstadion met de aanhang van NAC achter je? Ja, leuke supporters, toffe sfeer. De eerste keer een vol stadion tegen PSV. Het was geweldig. Jammer dat we geen punten konden pakken. En ik hoop dat dat komende weken wel zal komen en we blijven werken. Ja, alle vertrouwen in om die 17e plek zo snel mogelijk te verlaten? Ja, zeker en vast. Dat is ook belangrijk. We moeten zo snel mogelijk punten pakken. En hopelijk blijven in de Eredivisie. Ik heb er alle vertrouwen in. En dan ook het liefst met doelpunten van jou? Ja, tuurlijk. Daarvoor hebben ze mij ook gehaald, denk ik, voor mijn doelpunten. Er zijn ook andere spelers met andere kwaliteiten. Mijn kwaliteit is vooral doelpunten maken. En ik zal het ook bewijzen.